In Hamar kon de Amerikaanse Bonnie Blair geschiedenis schrijven door ook vandaag de 1000 meter te winnen. Dan zou ze namelijk de eerste Amerikaanse sportvrouw zijn die 5 gouden medailles had weten te behalen. Olympische dus. We gaan eens kijken of dat gelukt is. En u ziet haar gelijk in de eerste rit al van start gaan tegen de Chinese Ye. Het commentaar is van Heinze Bakker. Wat een sportvrouw is die Bonnie Blair, door inderdaad dat goud te pakken op die 500 meter. Cool en resoluut reed ze daar naar het goud toe. En gaat dat dan nu ook lukken op de 1000 meter? Wel het nadeel van de buitenbocht waar ze in moet starten. Maar wie en wat kan Bonnie Blair eigenlijk nog doen dit seizoen? 18.04 is de opening, 18.48 voor J. 18.04, 3/10 sneller dan de vorige rit. En wat gaat er dan met die kruising gebeuren? Dat gaat goed. Jee gaat goed door daar in de binnenbocht. Slordig met die ene arm weliswaar. En Blair die er vlak achter kruipt. En daardoor in haar kielzog hier de binnenbocht al ingaat. Kleine mislaagjes, maar dat hebben we bij Dan Jensen ook gezien op die 1000 meter. Vooral natuurlijk door de snelheid die er op dit moment gemaakt wordt. 46.92 is dan de doorkomst met een ronde van 28.8. 47.95 voor J. Maar die 46.92, dat is uitstekende doorkomsttijd in de 46. 2/10 boven het wereldrecord van Rothenburger. Wat al sinds 88 staat. Niemand kon aan die tijd van 1.17.65 komen. Gaat natuurlijk wel moeizaam, vooral dan hier de buitenbocht. Maar dat mag wel met die doorkomst van 46.92. 1.17.65 is het wereldrecord. Nou, dat redt ze net niet, maar wel een uitstekende eindtijd. Ik denk bijna zeker de winnaarstijd. 1.18.74, maar natuurlijk kan je dat nog niet met zekerheid zeggen. Een prima, prima eindtijd voor Bonnie Blair. 1.18.74. En Chao Boye, die komt uit op 1.20.22. I've always been very happy with how things have gone so far. Only halfway through this race, but I had a great race myself. It's the best time I've had in over 6 years, so I'm really happy with that. And you're an all-time American hero now, I think. We have a few more pairs to go, but it's looking that way, and you know that's just another added thing that I guess comes along with just doing something I enjoy so much. But you can be almost sure now. We'll wait till it's finished. En dan Beyer en Ock. Anke Beyer, een van de komende talenten, 21 jaar. Ock, een beetje ja, in de nadagen zou je kunnen zeggen, maar zeker niet in haar minste nadagen. Het is 27. En hier komt die 200 meter tijd, ik ben benieuwd. 18.21, tikkeltje langzamer dan Blair, maar wel snel. Beyer was de snelste op de opening van de 1500 meter, zakte daarna ver terug. Ja, deze afstand is gewoon 500 meter korter en dat past haar wel. Ook komt goed mee op dat rechte stuk. Duikt prachtig die binnenbocht in en zal de Duitser kunnen pakken hier in deze bocht. Dat doet ze uitstekend. Susan Ock, bezig met een prima seizoen. En hier een tijd van 47.60. Tweede tijd. Goed optreden van Ork. Alleen nu die laatste ronde. Die voor Blair een 31-8 verliep. En waar die anderen nogal wat verloren. En Ork gaat dat ook doen. Die gaat veel verspelen in die laatste ronde. En kijk naar Beyer. Die kan er weer bij komen in die laatste bocht. En dan krijgen we nog een hele spannende finish. Met waarschijnlijk de Duitser nogal in de rest van deze rit. Niet waarschijnlijk, dat is wel zeker. Daar komt Beyer. In een mooie tijd. 1.20.12. Een nieuw persoonlijk record voor Anke Beyer. 1.20.72. Is net geen persoonlijk record van Susan Ork op 200ste van een seconde na. Mooie prestatie van Anke Beyer, die daarmee voorlopig de tweede plaats in het tussenklassement van deze 1000 meter inneemt. Achter Blair, maar voor Chao Boye. Cerasello hoorde Beetsjoe. De 500 meter werd zijn 29ste, heeft een persoonlijk record van 1.22.48. En Aftink heeft het nationale record met 1.21.20. En als we nou voor Christine zijn uitgangspositie gaan bedenken, dan zouden we ongeveer 9 à 10e positie. En dan zouden ze rond de tijd van Hauk moeten uitkomen. Nou, Hauk heet 1.20.93. Maar dan zijn we positief aan het denken voor Christine Aftink. En we weten het is niet zo'n vlotte startster. Maar hier gaat het denk ik niet verkeerd voor Christine.
Binnenbaantje, grote voorsprong op Horvatiu. En wat is dan de doorkomst? 18-75 en 19-67 voor Horvatiu. 18-75, 3/10 boven de tijd van J. En dat was de derde tijd. 18-75, de doorkomst voor Christine Aftink. En zou ze het dan voor elkaar gekregen hebben om zonder te denken hier maar gewoon haar laatste 1000 meter te rijden voor wat betreft de allerbelangrijkste wedstrijden van haar leven. Christine Aftink, hou kan door in 48-43, 48-77, niet verkeerd met een ronde van 30 rond, maar dan moet ze nu consolideren en dat doet ze niet, lijkt het. 48-77, kom op Christine, je gaat nu naar die binnenbocht toe, dat is een voordeel voor je, dan hoef je daar niet zo moeizaam doorheen te gaan als door een buitenbocht die natuurlijk langer is. En probeer, oh en dan een misslag voor Christine, op twee benen moet ze door die bocht heen, de vermoeidheid gaat weer parten spelen. En dan is het toch weer een teleurstellende tijd voor Christine Aftink. Ze komt er niet aan. 1:22:16. Jammer, Christine Aftink. Slechts 15e tot nu toe op de 1000 meter. 1:23:19 voor Sarazela Horvatiu. Een teleurstellend Olympisch toernooi voor Christine Aftink. En ze zal blij zijn dat het erop zit. Red. Nou. Redelijke start, ondanks de troubles die eraan vooraf gingen. Ook niet meer dan dat. We zullen eens zien of Annemarie Tommers in slaagt. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ze dat kan. Een nieuw persoonlijk record te rijden. Dat moet echt kunnen met die tijd die ze heeft staan. Ze komt in ieder geval met de binnenbocht op voorsprong ten opzichte van Hunyadi. En die kan lekker meegaan. Dat is mooi voor Annemarie. 19 rond. Dat is netjes. Dat is netjes. Geen super opening, maar voor dat persoonlijk record meer en meer dan genoeg. Annemarie Tommers, dat is echt zo'n meid die ja, de blik op nul kan zetten en maar gewoon weg kan knallen uit die start en dan maar zien waar het schip strandt. En heeft natuurlijk aan Hunyadi die een voortreffelijke tegenstander. Voor die Oostenrijkse komt nu door de binnenbocht. Zal nu de tempo op gaan voeren en dan moet Annemarie proberen straks, als zij de kruising heeft, niet al te ver achterop te raken om dan via die laatste binnenbocht nog wat terug te kunnen doen. 48-96. We hebben er weer eentje die onder de 49 doorkomt. 49-30 voor Annemarie Tommers. Ook dat vind ik niet verkeerd. 48-96 is voor Hunyadi die, als ze zich niet al te veel in de feestvreugde heeft gestort na haar eerdere successen deze week, is voor Hunyadi die een tijd waarmee ze verder kan, want zij heeft natuurlijk geweldige inhoud. Maar kijk ook even naar Annemarie Tommers, die helemaal niet zo gek ver achter ligt en de laatste binnenbocht nog voor zich heeft. Dat kan wel eens een spannende finish worden. Ik denk dat Annemarie er net niet bij komt bij die Oostenrijkse, maar het scheelt heel weinig. En dan ben ik benieuwd naar de tijd van deze Hunyadi, 1:20:42. Nou, dat is een keurige tijd. Niet goed voldoende voor een medaille. En de 1:20:94 van Annemarie Tommers. Ja, dat is natuurlijk een prima tijd. Dat is niet alleen de verbetering van een nieuw persoonlijk record. Maar dat is ook een nieuw Nederlands record voor Annemarie Tommers op deze 1000 meter. En dat onderstreept eens te meer het buitengewoon teleurstellende optreden van de sprinsters hier. Als de allroundster Annemarie Tommers hier gewoon een Nederlands record op de 1000 meter rijdt. En dik voor Christine Aftink in het klassement finisht als beste Nederlandse. Chapeau voor Annemarie Tommers. Over de rest hebben we het maar niet meer. En dit is dan de uitslag. Het goud gaat naar Bonnie Blair. Haar vijfde gouden Olympische plak in haar schaatscarrière. Een unieke prestatie, ook voor een Amerikaanse. Het zilver gaat naar Bayer en het brons gaat naar Chao Bo-ye. Olympic champion en gold medalist. Champion olympique en médaille d'or. Bonnie Blair, USA. United States of America. Les États-Unis.